vandaag is weer tijd voor een challenge. En deze keer weer een beauty challenge. Ik heb hier namelijk allemaal highlighters liggen. Van Becca Champagne Pop tot een Kiko highlighter. Tot mijn supermooie cream color base van MAC voor Rihanna. Tot de balm, echt van alles. Ik ga namelijk vandaag de Full Face Using Only Highlighters Challenge doen. Ik ben een beetje laat hiermee, maar ik wilde nog steeds wel heel erg graag doen. Maar er waren gewoon een paar andere video's die een beetje voorrang kregen. Onder andere de Pokémon Go vlog. Vond ik wel een beetje voorrang geven. En dan is het soms wel eens lastig om te kiezen. Oké, van wat zal ik eerst en wat zal ik daarna doen? Maar ik vind met deze challenge gaat het gewoon puur om gewoon lekker spelen. En lekker gewoon kijken van, oh, dit is eigenlijk best wel leuk. Dit is leuk, dat is leuk. En misschien gebruik ik wel weer wat highlighters meer. Want ik kwam bijvoorbeeld weer deze highlighter tegen. Van MAC in de kleur Magnetic Appeal. Dit is een Extra Dimension highlighter. En kijk even hoe mooi deze is. Hij is nu wel wat te donker. Maar die heb ik gewoon al heel lang niet meer gebruikt. Dan denk ik echt, oh... why? Dus misschien dat ik ook nog achterkom hoeveel mooie spullen ik eigenlijk heb. We dachten van deze prachtige blush van Estée Lauder. Het is eigenlijk een blush, maar hij is zo glanzend dat het voor mij meer een highlighter is. Kijk hoe mooi deze is. Gewoon bijna nooit opgehad. Super zonde. Dus dat ga ik lekker gebruiken vandaag. Ik ga beginnen met mijn basis. Ik heb ergens een super mooie illuminating cream van Hema. But I can't find it. Ik denk dat ik hem weggegooid heb. Dus het enige wat ik nog heb aan een soort foundation-achtige base. Dat is deze van Essence. Dit is een hele coole highlighter. Echt wat icy. En het is dus een liquid highlighter. Dus deze ga ik gewoon all over the face doen. En als foundation gebruiken. Ja, als foundation gebruiken dus. Ik ga het gewoon aan mijn handen doen. Want anders zit echt al mijn kwasten onder de glitter en de dingen. En ik hou ook toch wel van een mat gezicht. Dus ik gebruik nooit mijn handen. Alleen nu. Oh, dit voelt echt raar. Oké, kijk hoe dit glimt. Oh, ik heb een glimmende kin. Wow, ik hou trouwens helemaal niet van highlight op mijn kin. Dan heb ik echt zo'n zweetgezicht als ik dat doe. Ik ben heel benieuwd wat ik met mijn oneffenheden ga doen. Meestal door juist heel veel highlighter op te doen, trek je nou ook heel erg de aandacht naar dingen. Maar op foto reflecteert het juist. Ik doe ook wel gewoon over mijn lippen. Oh, ik voel me echt zo'n... goddess angel-achtig iets. Het is wel helemaal hip, hè, dat metallic. Dus ja, wie weet sla ik nog de trend hiermee. Ik moet zeggen, hij is wel mooi. Maar het is wel heftig, hoor, dit. Het is niet iets wat ik elke dag zou opdoen, maar voor een fotoshoot op zich, maar... why not? Dit kan best wel tof zijn, met een lekker gek kapsel. Ja. Vind ik het wel een leuke idee. Ik vind op zich de foto's en de video's die ik ervan gezien heb, vind ik ook echt helemaal niet lelijk ofzo. Het is gewoon best wel glowy, maar ja, op zich wel normaal. Alleen ja, ontzettend glowy dus. Oké, concealer. Zowel onder de ogen als op buisjes. Ik heb er zoveel liggen. Deze, denk ik, van Urban Decay. Het is eigenlijk een eye pencil, maar het is dus een soort highlighter ook. In de kleur Sin. En die gaan we gewoon op puntjes doen. Hij is iets donkerder dan de foundation, maar het valt mij onder de ogen. Ja. Nu heb ik wel een beetje dat ik er een beetje ziek uitzie. Zal ik weer dit wandvast gebruiken? Nou, gewoon lekker met je vinger. Hoppa. Dat doe ik ook bijna nooit, dus dan kan ik ook weer eens een keer mee spelen. Ik zeg ook altijd, met make-up moet je gewoon een beetje spelen. Dat is eigenlijk het leukste aan make-up. Het kan overal op en daardoor ben je gewoon lekker creatief bezig. De een tekent, de ander knutselt. En de ander make-up. Ik moet zeggen dat het wel erg warm is. Met zoveel highlighter op. Oh my god. Glowing goddess. En dan heb ik hier twee poeders van Lancôme. De een is echt een beetje een bronzing-achtig product. En de ander is echt heel licht. Het is echt een heel mooi product. Ik heb met zo'n poederdonsje. Dit is een beetje een huidskleur. En toch wil ik, denk ik, ook al vind ik dit een super mooi doosje. Kijk even deze dop. Oh, love it. Ik vind het echt mooie doosjes. Dit moet ik eigenlijk gewoon alleen maar neerzetten. Het is echt een mooi product. Dan ga ik denk ik toch voor deze. Dit is de Lancôme Poudre Illuminatrice. Zo. Kleur 01 Illusion. En dit is echt wel een heftig poedertje op zich. Hier zou het denk ik een beetje donkerder van worden, maar niet heel erg.
inderdaad zeg maar in afpoederen. Ik vind het echt zo leuk wie dit bedacht heeft. Echt geinig. En dan vind ik het ook vooral grappig om te zien dat iedereen het daarna gaat doen. Ja, die liquid lipstick challenge van Niki Tutorials vind ik ook heel erg leuk. Maar ik heb niet zoveel liquid lipsticks. Ja, van Colourpop, maar niet echt een hele lichte kleur dat ik er echt foundation zelf van kan maken. Ik heb wel Drug Lord van Jeffree Star, dus ik zou het wel kunnen mengen op zich allemaal. Maar dan vind ik het toch nog op het randje. Dus dan is het tijd voor de ogen. En ik ben wel heel benieuwd wat ik daarmee ga doen. Ik doe ook geen base op, dus het wordt nog grappiger. Ik denk dat ik op mijn ooglid een wat lichtere kleur wil doen. Ik heb hier een hele kleine mini highlighter van Benefit. Dit is de What's Up Highlighting Stick. En op mijn ooglid vind ik het op zich niet heel raar. Alleen het enige wat ik dan wel mis is iets van een schaduwtint. Want highlighters zijn op het algemeen niet zo heel donker. Tenminste, ik heb er niet echt één die heel erg donker is. En deel ik Magnetic Appeal van MAC dan in mijn arcade dag doen. Dat is denk ik het donkerste wat hier ligt. Ja, deze is wel redelijk donker. Dus hiermee heb je dan toch een beetje de donkere arcade boog. Ik heb trouwens echt een geinig idee voor mijn wenkbrauwen zo meteen. Eerst wil ik eigenlijk gewoon normaal mijn wenkbrauwen doen. Maar ik heb toch besloten om hem met highlight te doen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat staan. Ik doe ook geen eyeliner op trouwens. Want ik doe straks toch even op het laatste nepwimpers op. Want ik vind wel dat er iets op moet. En ook voor mijn 100 Days of Makeup Challenge op Insta vind ik leuk om een foto te posten. En dan vind ik het wel tof als hij een beetje een diepte heeft met wimpers. Het is trouwens ook echt een hele leuke challenge, Johanna, deze van make-up. Ik ben niet heel schaar dat ik het elke dag doe. Ik heb er nog niet elke dag tijd voor. Maar ik vind het wel tof om te doen. Ik zal de foto hier posten van mijn Pokémon Go Inspired Lip Art. Want die is wel heel goed gelukt, moet ik zeggen. Dat was ook wel te zien met alle likes die ik op kreeg. Oké, dit is dus de ooglook geworden. Ik kan trouwens nog wel een beetje aan de onderkant doen. Welke kleur zullen we dan aan de onderkant doen? Oh, dan doe ik wel een beetje van Champagne Pop van Jaclyn Hill voor Becca aan de onderkant. Dit is ook echt de tofste highlighter in mijn hele collectie. Deze gebruik ik echt heel vaak. Dat kan je ook wel zien. Die heb ik echt al veel gebruikt. Maar dat is ook echt gewoon een heel mooi product. Ik ben er ook zelfs heel blij mee. Dan heb ik hier echt een mega creamy product. Het woord zegt het al. Cream Color Base. Deze is dus van Rihanna Hurts MAC van de eerste collectie die ze uitbrachten. Dus deze is inmiddels denk ik alweer 1,5 jaar oud. Dit is de Cream Color Base in Diamond. Dit is een frosting. En deze wil ik in mijn wenkbrauwen gaan doen. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, een highlighter in mijn wenkbrauwen. Dus dat wordt echt serieus de eerste keer. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik heb echt stad en land afgezocht om deze te pakken te krijgen. Ik weet nog dat het voor mij was op een zaterdag. Want toen ging ik uit school. Toen kappersacademie. En ja, de stad is natuurlijk best wel lang open. En ik was altijd tot 4 uur op school. 3:30? Ik weet het niet eens meer. En hoe heet het, we gingen de stad in van, oh ik moet die highlighter en ik moet die, wat heb ik nou meer gekocht toen, deze highlighter. En nog iets. Oh, de lipgloss, de Riri Woo lipgloss. Lipgloss eigenlijk. En toen ging ik eerst naar de Bijenkorf en daar hadden ze hem niet meer. En toen ging ik uiteindelijk naar de Douglas en daar lag er nog eentje. Ik zeg, die wil ik. Die wil ik nu meteen. En toen, ja, toen had ik hem gewoon, en dit was de laatste, dus ja. Ik denk dat die even een paar jaar flink wat geld waard is. Ik vind de limited edition collecties van MAC ook altijd wel het leukst. Ik heb al een hele tijd geen MAC meer gekocht. Omdat ik ook gewoon anders alleen maar aan het kopen ben. Maar die nieuwe Trolls collectie, oh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Oké, ik heb nu mijn wenkbrauw aangebracht en je ziet er niet echt heel veel van. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje jammer. Maar ze zijn best wel glowy. Ik vind het eigenlijk nog niet zo lelijk. Ze zitten best wel op hun plek, maar ze zijn niet echt mega overdreven glowy ofzo. Ik vind het eigenlijk wel tof. Als ik nog eens een keer zo'n shoot wil doen, dan ga ik dit wel onthouden. Dan ga ik verder met mijn wangen. Want ja, mijn wimpers doe ik zo meteen gewoon even op buiten de camera. Want het hoort niet echt bij deze challenge. Even denken. Ik heb er nog een heleboel liggen hier. Laten we eerst gaan contouren. Met een wat donkerdere kleur. Deze is op zich helemaal niet zo heel gek voor contour. Dus laat ik deze gebruiken. Dit is de Extra Dimension Highlighter in de kleur Suburb. Deze heb ik ook zelf gekocht. Deze is echt heel erg mooi. Het is een soort van verborgen geheimpje dat deze best wel fijn is voor bronzer. Dus nog niet zo'n hele rare kleur dit. Hij is namelijk een beetje rosy bruinachtig.
En omdat we toch al een beetje aan het spelen zijn, wil ik ook lekker een dikke contour. Met een beetje shape. Het blendt wel makkelijk, omdat het zo creamy is. Dat is wel lekker. Ze zouden ook wel eens nog wat meer creamy bronzer mogen maken dan. Ja, shape, kleur. Nou, ik vind het er niet zo heel gek uitzien. Dan ga ik voor mijn... Ik denk mijn Estée Lauder als blush. Want het is voor mij eigenlijk best wel een beetje een soort blush. Maar ik zal je zo meteen laten zien dat dit echt meer een highlighter is. Het lijkt nu echt best wel een knalroze kleur. Maar hij glimt echt als een malle. Kijk maar, hij glimt echt onwijs. Terwijl hij best wel een felle roze kleur heeft om op te bouwen. Dus het is niet zeg maar full in your face pink. Maar ja, het is een beetje een sheen, metallic sheen roze. Daarom is dit echt meer een highlighter. Maar... Voor zo bij deze look vind ik het best wel geinig. Normaal zou ik nooit zo'n blush op doen. Het is echt too much als je dit zo everyday op zou doen. Oh, het is wel op het randje hoor met die blush. Ik dacht ik ga lekker sweepen met die kwast, maar ik moet ook weer niet te veel doen. Even kijken, dan wil ik als gewone highlighter denk ik mijn Lunch Money opdoen van Colourpop. Want die is niet zo heel erg shiny. En dan ga ik ook nog highlighter op mijn lippen doen. Dat vind ik ook wel tof. Ik gebruik Lunch Money meestal gewoon met mijn vinger. Want die van Colourpop zijn zo creamy, dat is bijna niet te doen met een kwast. En net of ik nog niet genoeg sheen op mijn gezicht had, is Lunch Money ook best wel een sheen. En het creepy daarboog, ja. En dan had ik het nooit op mijn kin, maar er zit daar toch een highlighter op. Dan maak ik het ook niet meer uit. Oké, dan de lippen. Ik zit alleen even te denken wat ik erop zal doen. Ik heb hier namelijk nog een paar highlighters van Kiko waar ik nog niks mee gedaan heb. Ik heb hier nog een stick van Kiko. Daar heb ik deze erop doe en dan deze eroverheen doe. Het is een Illuminizer van de Balm. Ik denk dat wel top. Dus die is ook een beetje pinky-achtig. En ik doe deze gewoon op mijn lippen. Ik heb serieus nog een highlighter stick op mijn lippen gedaan. Dus ik ben benieuwd. Deze bestaat volgens mij niet meer. Maar dit is wel echt een mooi product. Mocht je deze nog een keer tegenkomen. Dit is de Radiant Touch Creamy Highlighter Stick in de kleur 100. Echt een mooie kleur. Oh, dit is heel vrij raar. Dit is heel vrij raar. Ik heb deze echt nooit op mijn lippen gedaan. Zo, het accentueert al vet velletjes zeg. Wow. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb allemaal velletjes hier nu. Dus dat ziet er niet heel lekker uit. Ik voel me echt naakt zonder eyeliner. Geen mascara, het is echt bizar. En dan deze op mijn lippen. Gewoon deppend eroverheen. Ik kan hem niet echt ophouden, want hij is een beetje gesneuveld. Kijk maar. Hij zit hier een beetje los, maar doe heel voorzichtig. En dit depp ik dan gewoon eroverheen. Voor iets meer pinky effect. Nou, dan ga ik nog heel even snel mijn nepimpers opdoen. Ik ga de Ardell Wispies opdoen. En dan ben ik zo meteen terug om het eindresultaat te laten zien. Dit is dan het resultaat met de Wispies van Ardell ook erbij. Het is echt een hele heftige look. Het is echt glowing from within en een beetje meer. Als je in je beeld kijkt, vind ik het nog best wel meevallen. Als ik in de spiegel kijk, denk ik echt, wow, that's glow, girl. Het is echt, ja, het is heel heftig. Wat ik wel het tof vind. Ik vind de lippen op zich nog niet eens zo heel verkeerd. Ik vind het best wel leuk als je gewoon een keer, wat ik zeg, een fotoshoot, een gek feestje. Of bijvoorbeeld voor een, ja, een 100 Days of Makeup Challenge zo'n lip maakt. Vind ik het nog niet zo heel gek. Dan zou ik dit op zich nog niet eens heel erg vinden. Ooglook vind ik het minst geslaagd. Omdat ik gewoon echt iets van diepte mis in mijn kaderboog. En best wel oranje vind ook. Wenkbrauw vind ik eigenlijk ook nog best wel geinig. Het is best wel natural met een flinke glow in mijn wenkbrauwen. En ja, de blush is ook wel heel heftig. Ik vind het alles bij elkaar echt too much. Maar voor zo'n challenge als dit vind ik dat ik hem best wel geslaagd heb. Ik vind het best leuk om dit te doen. Als je hem nog niet gedaan hebt, ga het gewoon lekker uitproberen. Het is echt heel geinig. En zo kom je ook weer eens een keer te weten van welke producten nou wel fijn zijn. En welke helemaal niet. Ik hoop dat je het een leuke challenge vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het ook zo'n toffe challenge vindt. Als je ook dol bent op highlighter, net als ik. Abonneer natuurlijk op Shark Candy om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei!